Maar soms loop je een beetje achterloos door die natuur. En moet je er even op gewezen worden hoe mooi die eigenlijk is. Ja, je kunt natuurlijk naar buiten gaan als je van de natuur wilt genieten. Maar als het niet zulk fijn weer is, kan dat ook binnen. Bijvoorbeeld in een aantal Drentse bibliotheken. Want die hebben de komende tijd een speciale roeghoek. Afgelopen week werd er eentje geopend in de bibliotheek in Emmen. En dat deed wethouder Van der Weijden. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat kinderen in aanraking komen met de natuur om het te leren waarderen. En ook te weten van nou, hoe kun je zorgvuldig omgaan met de natuur. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook heel veel mensen die heel veel herinneringen hebben. Die heel veel ervaring hebben om te zorgen dat die kennis ook wordt doorverteld. Ik denk als je kijkt naar onze gemeente, maar ook naar Drenthe. Waarom vinden heel veel mensen het hier fijn om te wonen, om te leven en recreëren. Is omdat er heel veel rust is, heel veel ruimte. Omdat er ook een hele sterke natuur is. En daar hebben we denk ik allemaal belang bij. In de roeghoek zijn allerlei natuurboeken te leen, maar ook een tasje om zelf de natuur te ontdekken. In dat tasje zit van alles wat je mee kan nemen de natuur in. Een notitieboekje, een logboekje. Wat handige bladen. Een verrekijker. En vanuit de bibliotheken worden de komende tijd allerlei dingen georganiseerd, zoals lezingen, excursies en kinderactiviteiten. Ik had ook een keertje een lieve heersbeestje van heel erg dichtbij gezien. Ja, is dat zo? En hoe zag hij eruit? Hij had 4 stippeltjes en hij was helemaal rood. Wat vind jij leuk om te doen in de natuur, als je buiten bent in het bos bijvoorbeeld? Dan vind ik het leuk om een zakmes mee te nemen. Wat ga je ermee doen dan? Kan ik af en toe knippen, grasjes knippen. We hebben natuurlijk wel de natuur ook als onderdeel van onze collectie. Maar op deze manier brengen we hem heel nadrukkelijk naar voren. Natuurlijk niet alleen met de collectie, maar ook met activiteiten en een hele zichtbare plek. Laat je eigenlijk nog meer zien wat je kan doen om de natuur direct in je achtertuin, voortuin te ontdekken. De natuur is al overal om ons heen. Maar soms loop je een beetje achterloos door die natuur. En moet je er even op gewezen worden hoe mooi die eigenlijk is. En waar anders dan in een bibliotheek, de plek voor verhalen. Waar we eigenlijk de verhalen van de natuur heel dichtbij kinderen en volwassenen brengen.